Dit filmpje gaat over snijdende en evenwijdige rechten en lijnstukken. Hier zie je de rechten A en de rechten B. Deze twee rechten snijden elkaar in punt X. Dit zijn snijdende rechten. Hier zie je de rechten C en de rechten D. Op het zicht snijden ze elkaar niet. Zoals we weten hebben rechten geen begin en eindpunt. We kunnen rechten aan beide kanten laten verder lopen. Als we rechten C laten verder lopen, zien we dat deze twee rechten elkaar snijden in punt Y. Ook lijnstukken kunnen elkaar snijden. Hier zie je het lijnstuk EF. En GH. Ze snijden elkaar in punt S. Dit zijn snijdende lijnstukken. Hier zie je het lijnstuk IJ en het lijnstuk KL. Lijnstukken hebben een begin- en een eindpunt. Ze kunnen niet verder lopen. Deze twee lijnstukken snijden elkaar dus niet. Hier zie je de rechte O en de rechte N. Deze twee rechten snijden elkaar niet. Ook als we de twee rechten langs beide kanten laten verder lopen, snijden ze elkaar niet. Ze blijven altijd even ver of even wijd van elkaar. We noemen de rechte O en de rechte N dus evenwijdige rechten. Hier zie je het symbool voor evenwijdigheid. We kunnen zeggen dat de rechte O evenwijdig is met de rechte N. Of andersom: de rechte N is evenwijdig met de rechte O. Ook lijnstukken kunnen evenwijdig zijn. Lijnstuk PR is evenwijdig met lijnstuk ST. Of andersom: het lijnstuk ST is evenwijdig met het lijnstuk PR. Nog enkele tips. Het is belangrijk dat je nauwkeurig werkt. Denk eraan: hier zie je het symbool voor evenwijdigheid. Je leest: de rechte A is evenwijdig met de rechte B. Hier zie je de twee evenwijdige rechten A en B getekend. Denk goed na bij de benaming van punten, rechten en lijnstukken. Een punt krijgt altijd een grote letter, een rechte krijgt altijd een kleine letter en een lijnstuk heeft een begin en een eindpunt. Deze punten benoem je met een grote letter.